Hartelijk welkom allemaal om hier te komen zingen in de grote zaal van de evenementenhal. U hebt vanmorgen al kunnen genieten van het Ellen-orgel wat wij tot onze beschikking hebben. En tijdens dit half uurtje gaan we daar met elkaar nog even mee door. Het kan fijn zijn om een beetje bij elkaar te zitten, maar goed, het orgel is vrij goed te horen, dus het zal wel lukken. Vandaag is Arjan Hetzelfde, onze organist. Arjan van Hetzelfde, pardon. Want onze vaste organist Ad Blonk, die al meer dan 10 jaar de begeleiding van de zendingsdag, samenzang op de zendingsdag op zich neemt, die is helaas verhinderd door ziekte. Maar we zijn natuurlijk blij dat Arjan zijn plek op de orgelbank wilde innemen. Arjan, ik heb eigenlijk een vraag aan jou. Jij bent organist in de gemeente van Beekbergen, is mij verteld. Bespeel jij het orgel al van jongs af aan? Ja, ik speel al vanaf een jaar of 6, 7 zo ongeveer. En vanaf die tijd probeerde ik het eerst zelf. Nou, dat ging wat minder goed in het begin. Dus toen heb ik wat orgelles gehad van plaatselijke organisten. Ik woonde toen nog in Ridderkerk. En van wat Ridderkerkse organisten. En nou, dat heb ik heel wat jaren gedaan. Maar ja, sinds die tijd is het meer hobby geworden dan professioneel. Maar ik doe het heel graag. Ook in Beekbergen. Nou, dat is goed om te horen. En ik hoop dat je hier net zoveel vreugde beleeft aan het spelen op het orgel. Nou, bij de opening van morgen hebt u kunnen horen dat er een groet naar het Koninklijk Huis is gestuurd. Dat is een oude traditie op de zendingsdag. Vroeger deden we dat met een telegram. Tegenwoordig gebruiken we daar gewoon e-mail voor. Dat gaat wat makkelijker. Maar om die groet te onderstrepen wil ik graag dit zangmoment met elkaar beginnen door te zingen de verzen 1 en 6 uit ons volkslied, het Wilhelmus. Wij gaan verder met ons psalmboek en wij gaan iets zingen waar in de Bijbel boven staat, een lofzang. Volgens de dichter van die psalm hebben wij alle reden om de Heere toe te zingen, om de Heere te zingen, zijn lof te zingen. Niet alleen omdat hij ons heeft gemaakt, maar ook omdat de Heere goed is. En daarom wordt ook heel de aarde, alle schepselen op deze aarde worden opgeroepen om te juichen tot Gods eer. Wij gaan zingen, psalm 100, en daarvan zingen wij
alle verzen. We zijn vandaag bijeen op de zendingsdag. In de psalmen is heel vaak te vinden dat niet alleen Israël, maar ook de heidenen de Heere zullen kennen. Misschien wel opmerkelijk vaak, want psalmen zijn geschreven in een tijd dat het volk Israël zich juist afzijdig moest houden van de heidenen. En toch zagen de psalmdichters iets van Gods belofte van genade voor niet alleen de Israëlieten, maar ook de heidenvolken. Wij gaan daarvan zingen uit Psalm 86, de versen 3 en 5.
Helaas moeten we vaststellen dat lang niet iedereen op deze wereld de Heere van harte dient. Het volk Israël laat het er in elk geval steeds bij liggen. Dat leidt er uiteindelijk toe dat Jeruzalem wordt verwoest en het volk in ballingschap weggevoerd. Asaf beweent die gebeurtenissen en komt uit bij een diepe schuldbelijdenis. Toch gelooft hij dat de Heere het uiteindelijk goed zal maken. En daarmee laat Asaf iets zien van Gods werk over heel de wereld. Een hartelijke belijdenis van zonde en schuld voor de Heere loopt door zijn genade uit op Gods eer. Daar gaan wij van zingen uit Psalm 79, de versen 4 en 7.
Het valt me op dat de melodie van Psalm 79 heel anders aanvoelt dan de melodie van Psalm 100 die we hiervoor gezongen hebben. Alsof het een andere klanksfeer is. Arjan, als jij nou al zo lang organist bent, dan heb jij daar misschien wel eens een keer onderzoek naar gedaan. Zou jij iets kunnen zeggen over het verschil in gevoel wat melodieën kunnen opleveren? Nou, je verwoordt het goed. Je gebruikt het woordje gevoel. En als je psalmen zingt, dan gebruik je daar minstens ook je gevoel bij. Als je psalm 79 zingt, dan, je hoort het eigenlijk net wel aan mijn soort van spelen, dan begin je eigenlijk heel beheerst. Het begint als een soort klacht, als een soort boete. En zo zing je het ook. Dat merk ik zondags ook op, als je zondag speelt. De gemeente voelt vaak heel vaak aan van wat voor soort psalm je zingt. En dan komt vervolgens dat loflied erachteraan van vers 7. En zo heb je eigenlijk heel veel soorten psalmen in de Bijbel, waarvan je aanvoelt, dit mogen we niet sterk zingen. Dit is een klacht, dit gaat over onze zonde, over onze schuld. En we hebben psalmen waar het gaat over de lof van God, over het aanbidden van God. En zo mag je dat ook zingen. En ja, dat is heel mooi om dat zo samen te doen. Daar ben ik helemaal met je eens, Arjan. Dankjewel voor je toelichting. Zo zingen wij vandaag dus mee met dichters uit de tijd van het Oude Testament. Wij die ooit heidenen waren. En zo zingen ze mee. Al die mensen op deze wereld die sinds 1962 bereikt zijn met het zendingswerk door onze kerk. En natuurlijk doen zij dat in hun eigen taal. Met hun eigen melodieën. En hun eigen berijmingen. Maar de grond van hun zingen ligt, net als het onze, in het woord van God. Dat ons overgedragen is. Dat woord geeft ons dus de woorden om Christus' naam te belijden op aarde. Tot het moment dat hij terugkomt in heerlijkheid. Wij gaan ter afsluiting daarvan zingen uit Psalm 68, de versen 16 en 17.
Heel fijn dat u erbij was en meegezongen hebt bij dit zangmoment. Arjan, mag ik jou heel hartelijk bedanken voor je fijne begeleiding met dit zangmoment, maar ook tijdens deze ochtend. Veel dank. Over een kwartiertje begint op dit podium het verhaal wat Jos Cardol gaat vertellen aan kinderen, hun ouders en hun grootouders. De titel van het verhaal is Laat los. En ik kan u vertellen dat het verhaal boeiend is voor jong en oud, van begin tot eind. Dus een aanrader om hier heerlijk te blijven zitten tot Jos gaat beginnen. Misschien mag ik ook meteen het laatste onderdeel op dit podium onder uw aandacht brengen. Dan hoopt onze directeur, de heer Eikelboom, een half uur lang in te gaan op de nieuwe zendingsvelden die vanmorgen bekend zijn gemaakt. Hij doet dat aan de hand van vragen die twee zendingscommissieleden uit het land hem gaan stellen. Ook daarvoor zou ik u hartelijk willen opwekken om daarbij te zijn. Dank voor uw aanwezigheid nogmaals en een goed vervolg van de zendingsdag gewenst.